Mijn naam is Gessel Terpstra, 38 jaar en eigenlijk vanaf jongs af aan oude fanaat. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader had een autobedrijf gespecialiseerd in Volkswagen en Audi in Seksbieren. Ik ben opgegroeid tussen de auto's van die twee merken. En met name Audi heeft echt een hele vroege liefde bij kunnen ontwikkelen. Met name de vijfcilindermotoren, daar begon het mee. Mijn vader reed Audi 100, vijfcilinders uiteraard. In de vakanties kan ik mij gewoon de vijfcilinder roffel tussen de bergwanden kan ik mij herinneren. En dat maakte de passie, maakte dat bij mij los. En die wakkeren door de jaren heen alleen maar aan. Uiteraard de quattro's, vierwielendrijving, de rally-successen natuurlijk. Onbereikbaar leek zo'n auto in die jaren, want het was een heel kostbare auto. Ook uniek, schaars met name in Nederland. Als je dan in de vakanties in Oostenrijk een quattro zag rijden, dat fascineerde altijd. Tijdloos design, dat maakt Audi tot een favoriet merk van mij. Het leek onbereikbaar zo'n auto, tot 2009. Ik kocht deze auto als een zeer, zeer goede basis en heb hem gewoon helemaal perfect gemaakt en gewoon rijden met het ding. Want rijden moet met een auto. Als een quattro stilstaat, dan doe je de auto tekort. En eigenlijk is het respectloos naar de ingenieurs die de auto bedacht hebben. Als je zo'n auto start, de woeste grond die erin zit, daar krijg je kippenvel van. En rijden, dat is een belevenis. Ik rijd de rallies mee in Duitsland, ieder jaar de Creme 21 Youngtime Rally. Dan ben je 5 dagen als een kind op een kinderfeestje. Dan rij je, genieten met de auto zoals de auto bedoeld is. In 2008 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. En ook dezelfde voet eigenlijk verder gegaan, gespecialiseerd in Audi en Volkswagen. Met name ook de klassieke Audi modellen, de zogenaamde Youngtimers. Doordat je vanaf jongs af aan de kennis hebt opgebouwd over die modellen, kun je die iedere dag toepassen. En zodoende ben je ook gewoon iedere dag gewoon met je hobby bezig. En het werk kan niet leuker zijn dan dat je iedere dag ook vol met passie en plezier je werk gaat doen. Dan ben je eigenlijk geen dag aan het werk. Wat de Oerquattro natuurlijk uniek maakt ten opzichte van de Audi 80 en de Audi Coupé GT, waar die qua uiterlijk in eerste instantie op gebaseerd is, is natuurlijk de bumperpartijen die van compleet kunststof zijn, in kleur gespoten. Maar vooral de zogenaamde hamsterbakken, zo Duitsers dat mooi kunnen zeggen. De uitgeklapte spanband, wat de Audi een enorme body geeft, stoere uitstraling. Daarbij, vanaf 1984, monteerde Audi de bredere 8J Ronald velgen. Dat maakt de auto toch tot een indrukwekkende verschijning, vooral in de kleurstelling zoals ik hem heb. Een harde kleur, tornado rood, zwart leer. Dat maakt hem gewoon tot de ultieme quattro voor mij. Achtung, remsysteem defect. Een digitaal dashboard, zoals de Duitsers wel eens noemen, een muizenkino, muizenbioscoop. Die spraakcomputer, dat is nog wel een leuk feitje. Die werd ingesproken door Patricia Lip. En Patricia Lip die was een mevrouw die de verkeersinformatie in Beieren altijd doorgaf. En die heeft de spraakcomputer ook ingesproken voor de Audi Quattro. Bitte sicherheidsgurt aanleggen. Bitte licht uitschalten. Achtung, handbremse lösen. Bitte batteriespannung prüfen. Bitte bremsbeläge prüfen. Bitte wasser. Je voelt ook gewoon de rallygenen van zo'n auto. Je bent één met de auto. En dat gevoel, dat heb ik met geen enkele auto zo sterk als met deze Quattro. Je voelt tot in je beelden voel je wat de auto gaat doen in de bochten. Ongelooflijk. En de combinatie met dat alles, dat maakt de Oerquattro tot de ultieme auto Audi uit de jaren 80. Absoluut, zonder twijfel. Bitte bremslicht prüfen. Achtung, kühlwasser zu heiß. Achtung, bremsflüssigkeit prüfen. Bitte tanken.
Fahrlichtprüfung.